Oh, fantastisch dit. Dit is toch te cute. Het is heel koud. Hier schrikt iedereen helemaal wild. Hoi. Zo, dat was raar. Wow, zwaaien is echt heel lastig. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Hey, hallo. Nou, in ieder geval leuk dat je kijkt. Je kijkt nu naar een nieuwe shopblog. Ik ben Marloes. Ik heb al 7 jaar lang een blog over hoe je heel leuk kan leven zonder dat je per se de jackpot gewonnen hebt. Ik heb een tas vol met spulletjes geshopt waar ik mega blij van word. En ik hoop jij ook. Ga je vast waarschuwen. Ik ben echt een fan van glitter, zoals je ziet. Dus er zit heel veel glitter in deze tas. En een aantal hele leuke kerstspullen. Lekker kerstthema. Ik heb echt een tas vol met geluksmomentjes geshopt. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. Zoveel leuks. Maar laten we maar met glitter beginnen. Want dat is mijn lievelings. Glitter maakt alles leuker in het leven. Tenminste, ik ben van mening dat dat zo is. En dit is een paar glitter sokken. Eigenlijk heel simpel. 1 maat. Volgens mij uit mijn hoofd 99 cent. Het zijn fashion socks. 55% van deze sokken is katoen. Dat is echt positief. Dus geen zweetkakkies. 40% polyester. En dan metallic fiber. En dat is wat ze zo fantastisch maakt. Kan je dit zien? Woe! Nou, genoeg gekkigheid. Ik ga even zitten. Ze zitten heel lekker. Dit zijn zulke leuke sokken. Die had ik eigenlijk niet op mijn lijstje staan. Maar ik kwam toch tegen en kon het niet meenemen. Zebra en glitter. Het kan niet beter wat mij betreft. Oké, ik tover gelijk weer een van mijn favorieten uit de tas. En eigenlijk mijn ultieme favoriet wat ik altijd meeneem als ik bij Action ga shoploggen. Nee, ik ga niet bij Action shoploggen. Dat doe ik nooit. Batiste droogshampoo. €2,99. Dat is echt een kopie. En voor wie niet weet wat droogshampoo is. Ik heb dit voor als ik geen zin heb of geen tijd heb om mijn haar te wassen. Dan spreek ik een beetje van dit erin. Dus vet haar be gone. Dan doe ik dit zo over mijn haar. Zo, dan heb ik meer volume en schoon haar. En het ruikt heel lekker. Dus als je dit nog niet kent, neem het mee. Ik heb 2 verschillende varianten meegenomen. Eentje Bright and... Bright and Lively? Bright and Lively Floral. Die ruikt dus naar bloemetjes. XXL Volume Spray. Dus deze... Is dit eigenlijk al droog shampoo? Dit is helemaal geen droog shampoo, jongens. Wat de f*** heb ik in mijn haar gespreid net? Oh, wat erg. Wat heb ik nou? Dat kan ook nooit kwaad. XXL Volume Spray. Dit is eigenlijk gewoon een topper. Maar heel schoon moet je haar er denk ik niet van. Maar wel volumieus. En dat kan ik wel gebruiken met mijn lokken. Dit is wel droog shampoo. Dus ik heb jullie niet gefopt. Maar dit was een verrassing. Ook heel leuk. Nu komt echt de topper. Vind ik persoonlijk. Ik vond deze zo leuk. Ik heb ze al op de website gezien. Dus ik ging er specifiek naar op zoek in de winkel. Dit zijn kaarsen. Met een metallic finish. En er zit in relief een dier op. In dit geval een zebra en een leeuw. En bij andere winkels betaal je hiervoor echt het driedubbele. En deze kaarsen waren per stuk, even checken, €2,39. Dat is echt een kopie. Al vind ik het zelfs wel een beetje zonde om ze aan te steken, want ze zijn zo mooi. Een bezoek aan Action is niet compleet zonder wat lekkers mee te nemen. In dit geval wilde ik heel graag de karamel zeezout kruidnoten van Smikkelhuis proberen. Ik heb er verschillende goede verhalen over gehoord, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga ze gewoon live voor jullie proeven wat ik ervan vind. Nou, het ziet er in ieder geval goed uit. Karamel lijkt het op. Lekker. Gevaarlijk ook, zo'n hele zak. Kruidnoten omhuld met een laagje chocolade karamel zeezout. Nou, meer heb ik er niet aan toe te voegen. Lekker. Jongens, dit is eigenlijk vrij random. Maar wel echt iets waar ik al tijden naar zoek. En waar kom ik het tegen? Gewoon bij Action natuurlijk. Voor een paar euro. Je mag nu niet meer op je fiets met je telefoon in je hand zitten. En liedje wisselen of navigeren is er ook niet meer bij. Snap ik. Alleen ik vind het wel echt mega onhandig. Dus ik zocht een soort van telefoonhouder voor op mijn fiets. En die heb ik gevonden. Is ook nog eens waterdicht. Dus als het regent kan ik ook gewoon veilig navigeren. Gemakkelijk te bevestigen op het stuur met behulp van de schroefbracket. Nou, dat kan zelfs ik nog, denk ik. En voor de prijs hoef je het niet te laten, want hij kost €1,95. Dus allemaal dit op de fiets. Over op de fiets gesproken, dan komt dit ding tevoorschijn. Want ik heb dus altijd hele koude oren. En
komt dit mooie van pas. Ik vind hem leuk. Dat is eigenlijk in eerste instantie waar ik hem verkocht. Ik zag hem en ik dacht, oh, dit moet ik hebben. Ze hebben hem ook in plaats van ruitjes met streepjes. Dus als jij meer van de streepjes bent, is er ook eentje voor jou. €2,79. Nou jongens, dan heb je toch even een fashion accessoire voor €2,79. Vind ik leuk voor in de winter en het houdt je hoofd lekker warm. Het is nog lang geen kerst, maar hier bij Action is het hele gangpad al vol met alle leukste glitterende kerstproducten. Oh lord. Hoe lief zijn deze? Clipjes zijn toch helemaal in dit jaar? Allemaal gekke clipjes in je haar. Nou, hier hebben ze er genoeg voor 99 cent. En als we het toch over kerst hebben, ik heb zelf een kerstboom met allemaal verschillende ballen erin. En deze kon daar niet in ontbreken. Want naast dat ik super dol ben op glitters, heb ik ook een soort van luipaard tik. En ik denk dat heel veel mensen zich daar wel in zullen herkennen. Om de variatie in de kerstboom aan te brengen, heb ik naast deze joekel van een luipaardbal ook deze inimini kerstbal gekocht. En ik ben dus eigenlijk al met kerstmis bezig. Dus als ik niet de enige ben en jij bent ook al helemaal in de kerstsferen, doe even een duimpje omhoog. Want hoe meer kerst, hoe beter. Kerst, Sinterklaas, maakt niet uit. Cadeautjes overal. En over cadeautjes gesproken, ik vind dit dus een heel leuk cadeautje. En het is echt zo'n cliché cadeautje eigenlijk. Sokken, want ja, cliché. Maar ik vind het heel leuk om te krijgen. En dit is een heel bijzonder paar sokken. Want hier zitten glittersokken in. Sokken met een dierenprintje, giraf in dit geval. En gekleurde stipjes. Dus dit is net als mijn glittersokken. Joe, hallo. Een feestje aan je voeten. Deze sokken bestaan voor 73% uit katoen. Dus dat is altijd een fijn gevoel. Drie paar in een giftbox. €2,59. En nu we toch met cadeautjes bezig zijn. Ik vond dit ook echt een heel leuk cadeau. Het is maar dat je het alvast in huis hebt. Of je nou een cadeautjespel thuis speelt. Of dat je cadeautjes zoekt alvast voor onder de kerstboom. Want niks leuker dan dat er eigenlijk al wekenlang van die pakjes onder de boom liggen. En niemand weet wat erin zit. Dit is dus een set met 5 gezichtsmaskers. Allemaal verschillende. In een heel mooi boek. Mega leuk om cadeau te geven aan de beautyliefhebber. Dit is dus een heel mooi boek met gezichtsmaskers. Op de achterkant staat hoeveel erin zitten en wat voor verschillende soorten al. Je hebt er eentje met retinol, met vitamine C, met arganolie, collageen, met houtskool. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Daar word je toch blij van. En het is ook echt een budget cadeautje. Want het kost... voor 5 gezichtsmaskers is het €3,95. En dan kan je er echt zo doorheen bladeren. Dus als het tijd is voor me-time, dan kijk je even in je gezichtsmaskerboek. Waar heb ik zin in vandaag? Deze joekel vond ik ook. Voor nog geen €7, €6,95 kostte die uit mijn hoofd. En ik ben mijn slaapkamer aan het verbouwen. Nou ja, verbouwen. Ik woon nu 1,5 jaar in mijn huis. En ik vind het niet gezellig genoeg eigenlijk. Dus ik ben nu aan het experimenteren met kleurtjes, met verschillende schilderijen. En ik kom deze tegen en dit is super leuk voor een gallery wall. En dat is zo'n muur waar je op je allemaal verschillende schilderijen hebt hangen. In combinatie met spiegeltjes, met foto's. Dus deze vond ik daar heel erg leuk tussen passen. En ik had deze stiekem al gezien bij andere winkels. Iets soortgelijks. Maar daar was hij echt veel duurder. Dus ik ben blij dat ik deze tegenkwam voor een prikkie. Kijk hoe leuk dit is. Hij heeft een haakje zodat je hem makkelijk kan ophangen. En het spiegeltje kan er zelfs uit. Dus mocht je er een foto in willen doen, kan ook. Hoe ga ik dit mooi laten zien en het ding tot zijn recht laten komen? Want ik geloof er heilig in dat je er heel leuk uit kan zien zonder dat je per se daar je bankrekening voor hoeft te plunderen. En Action is een mooie plek om dan de pareltjes weg te kapen. Zoals dit vest. Luipaard, want hoe kan het ook anders? Alles met luipaard wil ik hebben. Dat is echt de inner Nel Veerkamp in mij. Die wordt daar gewoon heel erg blij van. En dit is een mooie mosgroene kleur. Is het mosgroen? Meer legergroene kleur. Wat helemaal trendy is dit seizoen. Ik heb hem in een maatje groter genomen dan ik normaal draag. Want dan zit hij lekker oversized en daar hou ik van. Dus dit is echt een knusvest met zakjes. €9,95 dus voor dit trendy mode item. Ik vind het helemaal leuk. Toen ik naar de kassa ging, kwam ik nog iets heel leuks tegen. En dat is dit luipaardmasker. Maak je poriën schoon en verwijdert vel en olie. Nou, ik ben benieuwd. Het is dus zo'n vel wat je over je gezicht legt. En eigenlijk wil ik hem stiekem gewoon uitproberen. Dus zullen we dat nu samen doen? Reinig de poriën en verwijdert vel en olie voor alle huidtypen. Nou, laten we het gewoon doen. Hoe leuk is trouwens deze verpakking? Dit is toch te cute?
superleuk voor het cadeautjespel of als schoencadeautje of eigenlijk gewoon zo voor jezelf als verwennerijtje. Superleuk, maar 62 cent, dat is toch heel erg leuk voor me-time. Weet je, ik moet wat toegeven, ik heb nog nooit in mijn leven een sheetmask gebruikt, dus dit wordt wat. Oeh, het voelt al wel echt nattig. Oeh, oh mijn god, dit is fantastisch. Nou, het is vrij doordrenkt met verzorgende ingrediënten, hoop ik. Oh, fantastisch dit. Kijk nou, hoe leuk is dit? Met gaatjes voor mijn ogen en mijn neus en mijn mond. Zijn jullie er klaar voor? Oh, fantastisch dit. Oh mijn god. Oeh, het is heel koud. Oeh. Het is een bijzondere gewaarwording. Maar wel fijn op zich. Oh mijn god, hier schrikt iedereen zich helemaal wild van. Oh my god. Ja, lekker wel. Echt verwennerij voor je huid. Wel een beetje nattig. Ik zou in principe even je haar naar achter doen als je dit gaat aanbrengen. Of een diadeempje in. Maar ja, ik vind het wel lekker. Dit is toch hilarisch voor een meidenavond. Ik vind het fantastisch. Dit was dus mijn allereerste shoplog en mijn allereerste face sheet mask. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik hoop dat jij het heel leuk vond om te kijken. We zijn er elke maandag met een shoplog en elke donderdag met een verrassingsvideo. Dus abonneer je en dan zien we je snel. Doei doei!